Ik heb nu 14 wedstrijden gespeeld, 7 goals en 4 assists. En dat is dan wel in de competitie, los van de hoek van wedstrijden. Dat is netjes hoor. Gewoon scherp, is scherp. Ja, voor een wapensvol tegen aandoen, tegen de knap. Oh ja, ja, veel mensen hebben me wel meegekregen als de bondscoach was ook aanwezig in de wedstrijd. Die kunnen ontmoeten en hebben ook even een plaatje mee gemaakt en daar op de foto geweest. Dus dat was wel super leuk. En natuurlijk ook omdat hij nieuwe spelers zoekt richting Indonesië toe, dus dat hij ook ging kijken hoe ik het deed eigenlijk. En wie weet, ik hoop dat binnenkort richting Indonesië kan. We zijn wel het een en ander ding nog besproken. Maar voor nu moet ze dat op gaan staan. Halo guys, apa kabar dengan kalian semua? Welcome back to my channel. Welcome back to Obri, obrolan ringan dengan Yusa Nugraha. Kali ini, aku akan obri bersama pemain keturunan Indonesia Belanda. Dia bermain di klub FC Dordrecht. Namanya adalah Jens Raven. Mungkin kalian juga kenal dia karena banyak orang yang request aku untuk obri sama Jens. Jadi ikutilah obriku kali ini. Sebelum kita mulai obrinya, kita akan lihat video highlightnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Yeah, let's go. Ja, lekker zeg. Lekker Jens. Hallo, Jens. Hoe is het? Goed hoor, goed hoor. Hoor je mij? Ja, nu hoor ik je goed. Okay, mooi zo. Alles goed? Ja man, met jou? Met mij ook goed man. Bro, kan je de camera zeg maar omdraaien? Ja. Is het heel goed? Ja, ze is goed. Kwam je van training? Ja man, maar het was slecht weer in Nederland, dus treinen vielen uit en vertraging, dus... Het is nog wel een uurtje en kwartier, dus het duurt allemaal net even wat langer. Oh, trein ook uitgevallen en zo? Ja, gezeik joh. Maar we zitten... Ja. Hoe lang zijn ze? 1,5 uur. Want waar woon je? Ja, ik woon Randje Den Haag, man. Oké. Dus ja, van deur tot deur ongeveer 1,5 uur is het naar Dordrecht. Oké. Ook Den Haag. Ik woonde ook in Den Haag, man. Ja. Waar woon je precies aan? Ik woon in Regentesselaan. Dat is dichtbij MCA Westeinde ongeveer daar dichtbij. Oh ja. Ken je Leidschee? Ja. Daar woon je. Oké. Is goed man. Leuk je te zien man. Leuk je te ontmoeten. Ja, gelijk man. Veel mensen op Instagram gingen me DM'en. Want ik zag ook veel berichten over jou. In de Indonesische media en ja, daarom ze vroegen mij om jou te interviewen. Dus daar had ik jou een bericht gestuurd. Ja. Oh, leuk man. Ja. Komt er wel veel. Ze sturen me ook van alles door dat ik in de media sta. Ik heb het zelf allemaal niet door, maar ze sturen het ook door. En als ze bij jou benaderen, dat is wel superleuk. Is goed man. Je speelt nu bij FC Dordrecht. Ja, klopt inderdaad. En in welke team speel je bij FC Dordrecht? Nu in de onder 21. Dus
mijn eerste jaar. Oké. Okay. En ik ben nog 18 jaar, dus ik heb nog wel even te gaan in dat team. Maar ja, je hebt natuurlijk het liefst zo snel mogelijk richting het eerste elftal natuurlijk. Ja, zeker, zeker. En hoe lang is je contract bij FC Dordrecht? Ja, in principe is het gewoon elk jaar, is het gewoon na een jaartje moet je kijken van ja, heb je groen, mag je door naar volgend jaar. Sta je op oranje, dan moet je er wel even aan trekken. En dan heb je rood en dan, dan is het volgende seizoen een nieuwe club zoeken. Maar voor dit jaar sta ik op groen, dus dat is mooi. Hoe is je dan dat je op, zeg maar, op groen of op oranje of op rood staat? Hoe is dat, zeg maar? Na een bepaalde periode hebben we, zeg maar, gewoon een 1-op-1 gesprek met de trainer en met de assistent erbij. Dus 1-op-1, 2-op-1. En dan gaat hij gewoon even evalueren met sterke punten, hoe het gaat, wat verbeterpunten. En daarna geeft hij zeg maar, een kleurtje. En dan weet je eigenlijk hoe je ervoor staat. Hoe lang in een jaar of in een seizoen, hoe vaak, zeg maar, krijgen die gesprekken? Ja, je krijgt eentje, zeg maar, na de eerste voorbereiding. Okay. En dan krijgen we, zeg maar, weet je, aan het einde van de eerste seizoen, zelfs dus net voor de, zeg maar, de winterstop. Mm-hmm. En dan, dus we hebben er nu 2 gehad. En dan na de winterstop, krijgen we er dan aan het eind van het seizoen, richting half tweede seizoen zelf, krijgen we er nog één. Okay. En dan wil je eigenlijk definitief volgend jaar hoe je ervoor staat. Ja, oké. Okay. En in welke positie speel je? Ik speel spits. Ik speel echt Awesome. Nummer 9. Oké, nummer 9. Wat is je lengte? Ik ben even uit mijn hoofd 1,88. En dat staat ook wel overal op die sites. Maar ik heb alweer een tijdje niet gemeten. Dus wellicht is het wel langer. Oeh, dat is echt een ideale lengte voor een spits. Ja. En hoe verloopt je seizoen tot nu toe? Dit jaar? Nou, tot nu toe eigenlijk goed. Het is mijn eerste seizoen. Je hebt natuurlijk altijd te maken met jongens die speelminuten bij bijvoorbeeld het eerste elftal dan wat minder krijgen en die dan uiteindelijk moeten spelen even bij jonge loonminuten te maken. Ja. Dus ik had me eigenlijk voorbereid het seizoen op, er zit een spits daar die ook bij ons kan spelen, zeg maar. Maar tot nu toe heeft hij ook heel veel wedstrijden het eerst gespeeld, waardoor ik eigenlijk bij mijn eigen team in de basis daar veel minuten heb kunnen maken. En dat verloopt gewoon super goed. Ik heb nu al aardig wat goaltjes en wat assistjes erbij. Dus loopt goed eigenlijk boven verwachting aan het begin van het seizoen. En hoeveel goals en assists heb je gemaakt voor dit seizoen? Ik heb nu 14 wedstrijden gespeeld, 7 goals en 4 assists. En dat is dan wel in de competitie, los van de hoeveel wedstrijden. Dat is netjes hoor. Gewoon scherp. Is scherp. Mooi man. En met de oefenwedstrijden, hoeveel goals heb je in totaal? Moet ik even nadenken hoor. Ik weet dat we toevallig in de oefenwedstrijden Ajax hebben er 1 gemaakt. Ik denk dat ik in de oefenwedstrijden ook rond de 4-5 goals zit. Want het is aan het begin van het jaar speelden we wel veel oefenwedstrijden. Ja. Maar je merkt als de competitie begint, wordt het toch allemaal wat drukker. Dus dan in verband met arbeid en rustverhouding hebben we dan net iets minder. Dus ik denk, in de oefenwedstrijd je ook 4-5 goaltjes of zo. Mooi. Oké. Okay. En hoeveel staan jullie nu in de competitie? Momenteel staan we onderaan. Hebben we echt goed gepasseerd. We spelen ook weer bij wel goed voetbal. Maar we weten nou net even net niet de minste over de streep te trekken. Alleen het staat wel allemaal dicht bij elkaar. Dus zouden wij zaterdag weer winnen, dan sta je er weer eenmaal bij, zeg maar. Dus het is niet dat de verschillen op de competitie heel groot zijn. Het ligt wel allemaal dicht bij elkaar. Wie hebben jullie gespeeld? Tegen wie? Afgelopen zaterdag? Afgelopen wapens voelt tegen Ado, tegen de knap. Veel mensen hebben ook wel meegekregen als de bondscoach was ook aanwezig in de wedstrijd. Die kunnen ontmoeten. Ze hebben ook even een plaatje mee gemaakt. Hebben daar op de foto geweest. Dus dat was wel super leuk. Ja. Ik zag ook op je Insta laatst dat je met de bondscoach ontmoet had. Hoe was dat? Ja, dat was zo. Ik wist voor de wedstrijd wel natuurlijk. Hij was in Nederland. En we speelden natuurlijk tegen Rafael. Die zou hij natuurlijk ook weer bezoeken. En precies dat weekend speelden we tegen elkaar dat hij nog in Nederland was.
En ik had met mijn zaakwaarnemer gesproken en die vertelde ook inderdaad dat de Bondscoach zou komen. En natuurlijk ook omdat hij nieuwe spelers zoekt richting Indonesië toe. Dus dat hij ook ging kijken hoe ik het deed eigenlijk. En helaas speelde ze geen basis, want dat deed hij ons ook niet mee. Maar ik heb wel uiteindelijk 35 minuten gespeeld of zo. En wat ik gedaan heb was gewoon prima. En na de wedstrijd die we deden en toen kon ik even kennis maken en anders schud. En even korte praten met elkaar. Dus ook met Rafael, mijn zaakbenemer en de Bondscoach. Dat was gewoon dan nog wel een eer. Dus dat is wel super leuk. En hoe gingen jullie communiceren met elkaar? Was er een iemand die ging vertalen of iets? Of? Ja, hij kon, denk ik, heel goed zeggen. Zijn Engels was wel ook een beetje lastig. Was niet het communiceren. Was gewoon heel simpel in de taal, zeg maar. Dus gewoon wel simpele Engelse termen. En het was eigenlijk gewoon echt, het was ook niet super lang. Want wij moesten ook terug naar de kleedkamer of omkleden, dingen doen. Het was al kort baten in het Engels en wel gewoon simpel, dus niet te lang en niet te diep gesprek gegaan. Maar daarom was het wel wat communiceren. Bro, ik zeg je, volgens mij is er nog veel zoek naar een spits in de Indonesische elftal. Dus wie weet. Dat binnenkort richting Indonesië kan. We zijn wel het een en ander ding op besproken. Maar voor nu moeten we dat ook even voor ons houden, zeg maar. Oké, dus Elisa, je hebt al zeg maar contact met de Indonesische bond, zeg maar. Ja, mijn zaakwaarnemer, die ik al weet wat een en ander. En ik zelf ook, maar tot nu toe, ik moet ook nog. Ik zit nog op school. Ja. Dus ik moet toch, ik ben bijna klaar met mijn studie. Dus hebben we ook gezegd, we gaan die afronden en dan gaan we echt specifiek ook voor de naturalisatie gaan kijken. Ja, mooi man. Mooi dat je zeg maar open bent voor de stap naar de Indonesische elftal. Zeker weten. Dat is hartstikke mooi. En de liefde van alle Indo's is ook echt niet normaal. Vergeleken met in Nederland is het ook heel erg, maar Indonesië is echt heel mooi om te zien. Vanaf wanneer wist je van dat Indonesië ook heel de sfeer, de voetbalsfeer, dat het daar leeft? En vanaf wanneer wist je dat zo is in Indonesië? Ik ben eerst gewoon, dat was vorig jaar, speelde ik nog bij mijn oude club. Toen werd ik één keer boos. Dat was door een iets kleiner account, maar wel ander die wel veel boos. En toen ik eenmaal de stap maakte naar Dordrecht, zagen we dat ook. En ze wisten natuurlijk dat ik in die bloed had. Dus toen werd ik gekozen eigenlijk door het voetbal aan het voetbal Indonesië. Die hebben best wel wat volgers. Die begonnen me te volgen en wat kleiner. Er waren echt al mensen die me ook gingen volgen, gingen DM'en. En sindsdien eigenlijk, omdat ik repostte daar alles wel, want ik vond het gewoon weer super leuk. Belegen accounts waar je zat maar volgen. En zo kwam ik eigenlijk steeds weer, als ik ketting effect op weer accounts. En kwamen er veel meer volgers bij en gingen ze me DM'en en me steunen. Ja, dat was wel een doorstap dat ik dacht van zo, ze leven er echt voor. Yeah. Heel mooi te zien, zeg maar. Dat had ik niet verwacht op eerste instantie, maar het is wel super mooi. Ja. En kijk, heb je misschien ooit Indonesisch voetbal gekeken? Ja, ik heb de afgelopen Asian Cup heb ik wel gekeken. De competitie hoor ik zeggen, de bevolking is zo hard. Maar de Indonesische elftal heb ik wel gekeken en ik denk, op de Asian Cup hebben ze het gewoon goed gedaan. En ik ben heel benieuwd naar de komende twee tegen Vietnam met alle nieuwe spelers erbij. Ja. Oké, dus je volgt wel gewoon de nationale elftal. Mooi man. Oké, wat zijn jouw doelen voor als speler en voor het team voor dit seizoen? Als team is het natuurlijk de eerste beetje zat. Als onze doelstellingen aan elkaar hebben, dat is meer dan gelukt. En dat is eigenlijk precies hetzelfde voor de tweede seizoen zelfs ook aan het halen.
We hebben natuurlijk een iets minder start gehad, maar dat alles nog zo dicht bij elkaar ligt, is er zeker nog alles mogelijk. En ik denk met de kwaliteit van ons team moet het wel lukken. Dus ja, als team moet je verband houden, gewoon handhaven. En mijn persoonlijke doel is mezelf gewoon verder ontwikkelen. En gewoon, ja, ik hoop om woordjes weer mee te pikken. En ik hoop dat ik wel aan het eind van het seizoen, ik zit nu op zeker 7 goals, ik hoop zeker wel minimaal de 10 goals gehaald hebben. Want dat is natuurlijk als pitcher wel een van de belangrijkste dingen. Ja, ja. Oké, man. En kan je misschien meer over jouw voetbalcarrière vertellen? Dus vanaf hoe oud je was begonnen met voetbal en voor welke club? Ik begon eigenlijk heel jong. Toen ik 2,5 was, begon ik al met voetballen. Zo. In de buurt. En toen eigenlijk, mijn vader was net als op voetballer. Die was ook voetballer. En toen eigenlijk de club bij de amateurclubs ging spelen, mocht ik hem eigenlijk dus, toen ik 2,5 was, begon ik in de buurt tegen Olivio. Toen ging ik heel kort naar BHC, toen naar DDO zit er meer. Misschien dat je dat wat zegt. Ja, ja. Toen heb ik daar eigenlijk heel veel voetbal, ook heel veel stages gehad in clubs in Nederland. Je hebt KNVB, amateurs, ik weet niet of je dat kent. Ja, en daar heb ik heel vaak gelopen en gescout door in de ages. Dus dat is nu onder 10. Dat was door de ADO en door Ajax. Mm. Alleen ik was op vrij jong. En ze vielen echt wel dezelfde dag. Dus ADO's in de buurt heb ik daar stage gelopen. Maar het was wel een eer dat ik ook een uitnodiging kreeg uit Amsterdam natuurlijk. Ja. Ik, in de ages zat heb ik stage gehad bij Excelsior. Toen werd ik ook gevolgd door Feyenoord. En die hadden gezegd van ja, misschien voor zijn ontwikkeling is het misschien goed als die was ik uiteindelijk niet uitgenodigd op stage. Dat was natuurlijk wel jammer, maar je bent wel dit van. Misschien moet hij als een aanvallende middenvelder een paar jaar gaan spelen om zich creatief te ontwikkelen. Dus toen heb ik denk ik vanaf de C gespeeld tot onder 3-4 jaartjes op 10. Toen ging ik naar SNO. Daar speelde ik in de onder 17, het eerste jaar nog steeds als 10. En eigenlijk het jaar daarop ging mijn ontwikkeling echt heel goed. En speelde ik in de onder 19 begon ik. En ging daar eigenlijk heel snel naar het eerste elftal. En daar deed ik het ook heel goed, waardoor er best wel wat bekijk kwam als heel jong van buitenaf. Dus ook amateurclubs in Nederland, die tweede divisie spelen. En toen kwam Dordrecht ook. En toen was ik dus gescout als spits, want ik speelde wel 10, maar ik speelde ook wanneer ik helder was in spitspositie, want het is toch wel ook een positie waar ik eigenlijk mee ben begonnen. Ja. Toen werd ik aangenomen daar, dus was ik aangenomen als spits. En nu, ben ik weer volop in de spitspositie en ben ik tot nu toe goed bezig bij Dordrecht. Okay, en wat zijn tot nu toe jouw mooiste momenten in je voetbalcarrière? Ik ben natuurlijk weer overstap naar Dordrecht, omdat ik best wel wat status heb gehad bij andere clubs. En toch had het telkens net niet uitgewerkt is dat ik net niet wil komen. Dus als het dan een keer nog wel op wat latere linies zijn, toch nog lukt. Ja, dat is gewoon super mooi. Dat vergeet je niet zomaar. Dus dat was wel super leuk. En ik denk gewoon in mijn jeugd, op voetballen en als je dan toernooien had, dat je wel eens best een speler van het toernooi werd. Mm. En dat zijn natuurlijk wel echt de eervolle prijzen die je zeg maar ook niet vergeet. En wel zeg maar op je kamer staan bijvoorbeeld. Dus dat is wel super mooi. En nu is er al ook het punt natuurlijk altijd de liefde en steun werd in de media. Oké, en als voetbalspeler, wat zijn jouw sterke punten op het veld? Ik ben natuurlijk halfboot. Ik ben best wel balvast. Maar ik denk dat ik aan de bal, omdat ik op 10 heb gespeeld, ben ik echt wel sterk. En ben ik niet alleen echt een spits die een balletje erin kan schieten, maar ook wel zeg maar creëren. Ja, dus ik denk dat wel voetballers vermogen ook wel een sterk punt is voor mezelf. En waar zou je nog meer willen verbeteren op het veld? Ja, ik denk, ik ben niet de allerkrachtigste speler, maar ik denk dat ik wel kan werken aan toch iets sneller. Dat is niet dan heel belangrijk per se voor nu, maar het grootste aandachtspunt voor mij is nu gewoon is wat sterker en wat breder worden, zodat ik ook mannetjes in mijn rug, als ze eenmaal wat groter worden en net dat ze wat sterk zijn aan mij, dat ik die zo ook van kan leren. Wat de laatste wel steeds beter gaat, maar er is natuurlijk ook wel werk aan de winkel. En dat is natuurlijk de zaak voor gewoon lekker voor de sportschool zitten. En jezelf
sterker maken. Oké. En hoe ziet meestal je dag eruit? Want je woont natuurlijk in Rand Den Haag en dan moet je naar Dordrecht gaan. En je hebt nog je school is in Den Haag of? Oh, ook in Den Haag. Ja, als ik in de rest in derde zeg maar. Oh ja. Dus ja, ik volg niet veel school meer, omdat ik natuurlijk trainen. Dus we trainen eigenlijk elke dag, maar dat dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En woensdag heb ik dan zelf heb ik vrijstelling gekregen, omdat ik op woensdag verplichte schooldag heb, die ik wel moet volgen om een diploma te halen. Dus op de woensdag ga ik naar school, vanwege 9 tot 12. En af en toe heb ik ook in de middag les. En dat is eigenlijk een trainer voor trainersdiploma. Okay. Dus dat is wel super leuk. En op dinsdagochtend volg ik dan een uurtje school. En daar ga ik trainen. Dus eigenlijk maandag trainen we dan om 12 uur. Dinsdag trainen we, ga ik dus een uurtje naar school. Trainen we zeg maar om 1 uur. En daarna hebben we dan nog krachttraining. En woensdag, donderdag, vrijdag trainen we ook om 1 uur dan zeg maar. En dan is het gewoon op een uurtje of 9:45 de deur uit. Vertrekken richting Dordt. En aan het eind van de dag komen we meestal op een uurtje of 5:30. Kom je weer thuis. En op maandag, dinsdag en woensdag geef ik zeg maar nog training aan mijn oude amateur. Dat doe ik dan op de maandag, woensdag en donderdag nog in de avond erbij zeg maar. Het is best wel een drukke week. En dan zondag, dan heb je lekker rustdag en kan je even gaan rusten. Oké, dus je bent ook naast voetbalspeler ook trainer? Ja, dat vind ik ook echt heel leuk om te doen. Oké, is het voor de kleintjes? Ja, ik train nu de onder 14. Onder 14. Oh. En je volgt opleiding voor trainer? Om trainer te worden? Ja, sport en bewegen, maar het is dan nu specifiek zeg maar voor trainer. Dus wil je facé behalen, zeg maar. Ja. Oké, man. Dus je moet elke dag van school en dan gelijk naar Dordrecht gewoon met de trein of hoe ga je naar Dordrecht? Ik ben bezig voor mijn autorijbewijs, maar ik rijd binnenkort af. Dus dan hoop ik hem te behalen, dat zou best wel wat schelen. Maar nu luister ik eigenlijk gewoon met de metro en dan Rotterdam stap ik over op de trein. En dan vanuit Dordrecht pak je de bus naar het sportcomplex. Dus het is eigenlijk alleen maar met het openbaar vervoer, dus metro, bus en de trein. Ja. Ik weet nog, de metro is volgens mij lijn D of E, D of E volgens mij. Ja, klopt. Lijn E inderdaad. Ja. Ik ging vroeger ook vaak trainen. Ik trainde bij Rotterdam ook. Dus ging vaak. Waar speelde je dan? Bij de Sportclub Feyenoord. Oh echt? Oh ja. Ja, vroeger. Want ik was vroeger vanaf 8 jaar, die 8 jaar was ik in Nederland. Ging daar naar school en ook voetbal. Toen had ik ook een paar jaar bij Sportclub Feyenoord voetbal. Ging ook elke dag met de metro was dat. Ja, dat klopt. Veel reizen met de metro en zo. Ja, klopt. Oké, man. Je hebt natuurlijk ook half bloed Indonesisch. En wie van je familie komt uit Indonesië? Mijn oma. Die komt uit Yogyakarta en die is vanuit toen er oorlog was, is ze met de boot naar Nederland gekomen. En eigenlijk daar verder de familie gaan stichten. En ook nog wel familie van mijn oma's kant. Ja, van mij, die wonen ook nog in Indonesië. En ik zelf persoonlijk niet, maar het is wel familie. Oké, in Yogyakarta. Dat zit niet ver van waar ik nu woon, man. Nee, is maar een uurtje met de auto's. Een uurtje. Is dit voor? Ja. Oké, man. En ben je ooit al naar Indonesië op vakantie geweest? Nee, helaas niet. Ik wilde een keer gaan. Maar toen kwam het coronavirus. Dus toen konden we niet doorgaan. Daarvoor wilden we ook nog een keer gaan, maar toen was het uiteindelijk toch Thailand geworden. Maar ik hoop natuurlijk zo snel als ik kan naar Indonesië te gaan. Ik ben nu wel extra benieuwd hoe het daar is natuurlijk. Niet alleen te gaan, maar ook te gaan voetballen daar, hè? Ja, toch? Te gaan voetballen daar, dat is natuurlijk wel... Ja. Dat zou natuurlijk niet zo willen om te gaan voetballen, dat is natuurlijk wel zou het allermooiste zijn. Ja man. Oké, en eet je vaak
in Nederland Indonesisch eten, thuis daar? Ja, eigenlijk wel. Ik weet niet van Nederland. Mijn moeder is gewoon ook stewardess, dus die vliegt de hele wereld rond. Dus Oh, altijd. Hele wereld, maar eigenlijk alles. Alleen, ik heb natuurlijk mijn oma en die kan me lekker Indisch koken. Dus dan eten we wel veel Indisch, zeker in de week. En wat is je favoriete Indisch eten, Indonesisch eten? Oh ja, nasi goreng. Ja. Oké. Heb je misschien iets dat je aan de kijkers wilt vertellen? Ja, zeker. Ja, wat je zei, dat ze jou gingen DM'en, dus ze kennen me vast wel. Ik wil ze zeker allemaal bedanken voor de steun die ze me geven. En ik hoop jullie eigenlijk allemaal snel te zien. En dat we elkaar in het echte leven kunnen zien, dat we wellicht elkaar kunnen bewonderen in Indonesië. Oké, mooi man, mooi man. Oké, bro, ik heb alle vragen kunnen stellen en je hebt ze goed beantwoord, man. Dus dank je wel ervoor. Dank je wel dat je. Graag gedaan, man. Dank je wel dat je ook tijd hebt kunnen maken voor de interview. Ja, natuurlijk. Superleuk, man. En we hebben net elkaar zeker volgen. Is goed, man. Zeker, zeker, zeker. Is goed, man. Dan spreek ik je snel weer. Yes, we spreken elkaar snel, ja. Tot ziens. Fijne avond. Doeg. Oke guys, itulah obriku bersama Jens. Semoga kalian suka dengan obriku kali ini. Semoga kalian bisa mengenal Jens lebih baik lagi. Dan jangan lupa komen gimana pendapat kalian untuk obri hari ini. Iya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And I see you in the next obri. Peace.